Hallo regio vrienden, hoe is het met jullie? Hier is het kom-zie-kom-za. Kom-zie-kom-za. En dat is Frans voor de... Het gaat wel. Enfin, wat zit er natuurlijk onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Want dat is de vraag. Ja, ik ben een beetje, nou niet zenuwachtig, maar licht gespannen. Want vandaag is het kort geding van Famke Louise tegen Roddelpraat. Dus ik zit straks weer, in de rechtbank. Ik zit vaker tegenwoordig in de rechtbank dan waar dan ook. Nou ja, het is wat het is. Hè? Het leven is een pijpkaneel. Je zuigt eraan en krijgt je deel. Precies. Wat zit erop? Ach, gadverdamme, dit is die verschrikkelijk goedkope energy drink. Ja, dit is dus de Red Bull voor paupers. Dit is de Red Bull voor scholieren. Scholieren die gaan dus naar de supermarkt en die halen daar een bullet. Want een bullet, dat kost geen kloot. Geen moer bedoel ik. Dat kost weinig. Het is niet zo duur. Enfin, je ziet ze lopen, die scholieren. Frikandelbroodje. En dan een blikje bullet erachteraan. En het vreemde is, waarom drink je het? Kijk, Red Bull is dan zeg maar de A-merk. Red Bull is verschrikkelijk smerig. Het is verschrikkelijk vies. Het stinkt, het smaakt vies. En eigenlijk doet het ook niet zo heel veel meer. Kijk, vroeger zaten er gewoon 94 kopjes koffie in zo'n blikje. Dat is door Europese wetgeving teruggebracht naar geloof ik 8. 8 kopjes koffie. Nou, dan heb je een heel klein cafeïnekikje. Voor de rest flikker je tanden uit je bek en word je moddervet van de suiker. Dus ja, ik zie hem niet, maar dan drink je nog Red Bull. En dit is dan zeg maar het debiele neefje daarvan. Dit is echt gewoon alleen maar prut. Waarom zou je dat drinken? Ik begrijp, jeugd van Nederland, stop ermee. Nee, ik ben helemaal niet iemand die zegt dat je de hele dag bij de reformwinkel graantjes moet halen en dan tarwemelk moet gaan drinken. Wel, nee. Ik hou ook heus van ongezond voedsel en drank. Kijk maar naar mijn hoofd. Maar het kan te gek, zoals wij dat in Noord-Holland zeggen. Het kan te gek. En dit is te gek. Het is niet te zuipen. En niet goed voor je. En ik denk dat je organen ook ermee ophouden. Binnenkort. Maar, hoe proeft het? Ja, dat weet ik dus niet. Ik heb alleen Red Bull geprobeerd. Ook voor de review. Het was niet te zuipen. Ach, die mensen die dat drinken, die steken ook zo naar die kauwgomballen. Verschrikkelijk. Bij mij is het thuis verboden. Mijn kinderen mogen geen energy drink. Ze zullen het wel stiekem doen, zoals ze eigenlijk alles stiekem doen. Maar dat gebeurt niet. En ook mijn partner heeft een tijdje geleden ook gewoon in de auto een blikje Red Bull opengetrokken. Toen heb ik het raampje open gedaan, blikje uit de hand gepakt en naar buiten gesodemieterd. Ja, dat klinkt niet aardig en dat klinkt misschien een beetje dominant. En het is ook niet goed voor het milieu en het is ook geen goed voorbeeld om blikjes in de natuur te sodemieteren. Alleen, ik word gek van die geur. Die geur maakt me gek. Ik heb ingegrepen. Ik ben voor mezelf opgekomen. Maar goed, nu dacht ik dat Bullet gewoon één blikje had. En dat was de gewone Bullet. Maar er zijn dus heel veel blikjes. Maar dit is de gewone. De Energy Drink Carbonated Surf Chill. Nou, dit is de gewone. Dan heb je hier de suikervrije. Dan heb je hier de suikervrije... Full berry, dus ik denk dat het dan strawberry smaak is. Weet ik niet helemaal zeker, wat is er voor smaak? Smaak van rode bessen. Citrus splash. Dus dat is smaak van citrus. Ja, het is wat het is. Wat zit er eigenlijk in die bende? Laten we kijken. Koolzuurhoudend water. Had ik wel verwacht, ja. En dan zit er saccharose in. En glucose zit er ook in. En voedingszuur. En taurine, 0,4%. En ik denk dat dat taurine, cafeïne plus taurine. Dus dat de cafeïne en de taurine zijn de werkende stoffen. En een van die werkende stoffen is de taurine, dus 0,4%. En de cafeïne is 0,03%. Dat slaat dus helemaal nergens op. Als je hier een kick van krijgt, ja, dan kun je beter gewoon een dubbele espresso nemen. Hij is nog lekker ook en minder slecht voor je. Wat een troep zeg. Nou, dan zitten hier dus natuurlijk in plaats van de suiker. Zit hier dan heel veel aspartanenbende in waarschijnlijk. Ja, aspartaan en acylfaam K. Nou, hartstikke leuk. En dan zit hier dan ook in met spuitjes
smaak. Ik ga maar proeven. Ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk. Ik moet er niet aan denken, joh. Gadverdamme. Ik moet er eigenlijk altijd een beetje van koren. Dat is het eigenlijk. Ik moet er een beetje van koren. Dat je denkt... van die geur. Ja, het smaakt verschrikkelijk. Het is schrikkelijk zuur. Het lijkt wel of ik een slok accu-zuur naar binnen heb gewerkt. Of ik een batterij aan het leeg drinken ben. Gadverdamme. Het komt in de buurt van Red Bull. Het is het niet. Het is echt een debiele neefje. Niets lekkers aan. En het glazuur van je tanden wil afscheid van je nemen. Hoe zit het dan met de suikervrije? Ja, dat hebben ze natuurlijk niet teruggemieterd als patanenbende. Wat dan suiker moet vervangen. En ik denk dat het niet eens zo... Kijk, normaal zeggen ze altijd, ja, dat zijn allemaal chemicaliën. Maar ik denk dat het in een blikje bullet niet zo heel veel meer uitmaakt. Voor een aspartame zit of suiker. Dood ga je toch wel. Hij ruikt wel anders. En hij proeft ook anders. Ik zal je het even vertellen. Ik vind hem minder vies dan die met suiker. Dat heb ik de laatste tijd wel vaker. Dat is ook raar, hè? Dat je aspartaan verkiest boven een natuurproduct. Suikervrij is minder smerig. Ook juist voor elkaar. Hij is minder zuur. En ik vind hem nog steeds niet zo heel erg lekker. Maar hij drinkt lekkerder dan die gewone. Dat is echt heel gek. Nou, laat ik dan ook maar gelijk de citroen pakken. De citrus splash. Ja. Dat kunnen we wel bedenken, toch? Ja, zit een beetje citroensmaak aan en hetzelfde goedje. De citroensmaak is vele malen zoeter dan de gewone. Citroen, zoeter dan de gewone. Deze is eigenlijk helemaal niet zo vies. Malle. Bullet. Energy drink vind ik niet lekker. Citroensmaak. Suikervrij. Het is best wel te doen. Het is best wel oké. Mal. Heel mal. Nou, en dan hebben we alleen nog de rode bessen. Rode bessen. Die zijn volgens mij ook best wel zuur, hoor. Ik zal je even vertellen. Rode bessen. Ik was zeggen, als student, maar als scholier, dus denk ik 14 of zo, 14, 15, heb ik rode bessen geplukt als zomerbaantje. Dat was ergens bij Lange Dijk in de buurt, in Noord-Holland, in een veld met allemaal netten, want vrij later de vogels natuurlijk die bessen van de bomen, en dan moest je dan die besjes, van die takjes met besjes, die moest je dan afknippen in een bakje doen. En ons werd verteld dat je dan 2 gulden, dat was in de tijd van de gulden, 2 gulden per bakkie kreeg. Dus, ik denk, nou, dan kunnen we toch eens een bakkie vol knippen in 10 minuten, dat moet toch wel lukken. Wat bleek nou, je kreeg geen 2 gulden per bakkie, maar 2 gulden per kist. En in die kist zaten 24 bakkies. En het was toch een pleuriswerk, joh, met een kleine schaartje, die trosjes met de rode bessies eraf knippen en dan in zo'n bakje te leggen. Had je eind zo'n bakje vol, zweet tot verdomme in je naad. En dan moest je er nog 23 om het kistje te vullen voor 2 gulden. Aan het eind van de dag, ik heb precies 1 dag gedaan, heb ik geloof ik 3 gulden, kreeg ik 3 gulden, omdat ik 1,5 bak had. 1,5 kist. Wat een bokkenwerk was dat, zeg, verschrikkelijk. En er waren allemaal wel vrouwen. Onverstaanbaar, uit welk land weet ik niet, maar ze kwamen van mij uit het oosten. Die knipte gewoon zijn kist in een kwartier weg. Die zaten achter, die deden dan 8 guldetjes. Nou, dat was denk ik voor hun heel veel geld. Maar dat was niet normaal, joh. Dat leek, die sprongen zo'n boom in en 2 seconden later stond zo'n hele kist vol met bessies. Leuk verhaal. Nou, hoe smaakt het? Heel smerig. Ja. Ja, dat is heel vies. Het is dus energy drink. En het lijkt of ze daar dan een hele goedkope limonade hebben bijgegooid, maar wel te veel.
dat ze te veel limonade bij hebben gegooid en te weinig water. Heel vies. Ik proef die rode bessen niet. Als we de frambozen hadden gedrukt, had ik het ook geloofd. Het is gewoon een rood fruitsmaak. Nou, ik heb alle vier de blikjes geprobeerd. En ik ben niet hyper. Ondanks het energy level wat mijn lichaam moet doen laten bereiken. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes, die worden natuurlijk aan de ene kant verschrikkelijk. Aan de andere kant ook wel weer mooi. De gewone is niet te zuipen. De gewone is echt verschrikkelijk vies met suiker. Die is zo ontzettend goor en zo ontzettend zuur. Het is niet te geloven. Die krijgen mij een 3. Tranen staan in mijn ogen. Het is echt walgelijk. De suikervrije is lekkerder dan de gewone. Alleen de suikervrije met berry, met rode bessen, is om te janken. Dat komt omdat die namelijk zo verschrikkelijk zoet is door die dikke rode fruitlimonade die ze erbij hebben gepleurd. Een 4. Verschrikkelijk. Het mal is dus dat we nu opeens naar de voldoendes gaan, want de gewone suikervrije is eigenlijk wel te doen. Die krijgt gewoon een 6, maar dat is eigenlijk gewoon wel te doen. En dat had ik niet verwacht, want Bullet vind ik gewoon een hele smerige energiedrink. Maar zonder suiker is die helemaal niet zo vies. Dus die krijgt gewoon een 6. Ja, een beetje gek. En de winnaar is de Bullet Citrus. Het kost in het blikje niks, 60, 70 cent, meer is het niet. Maar deze is gewoon smaakvol, zonder suiker, met citroen. Ik zou dit gewoon kunnen drinken. De citrus is gewoon en best wel lekker. Ik krijg van mij een 7. Nou, allemaal interessant weer. Ja? Nou, mooi. Mooi weekend. Doeg!